Ik ga beginnen met mijn groentjes, want dat moet redelijk lang op de barbecue liggen. Namelijk een aubergine, zo'n rode puntpaprika, die is iets zoeter van smaak. Wat ga ik er nog bij doen? Een shallotje en tomaatjes. En dan wordt het eigenlijk een soort ratatouille op de barbecue. Nu, dat moet goed gaar zijn. Dus daarom ga ik daarmee beginnen, want dat duurt eventjes. Je weet, aubergine, superlekker, hè, om daar een soort ratatouille of een soort tartaar van te maken. Maar dat moet wel goed gaar zijn. En we gaan dat op twee manieren doen. De eerste manier is zout. Hè, aubergine gaat eigenlijk dat zout opnemen en dat wordt wat zachter. Dus dat ga ik al een klein beetje overstrooien. En redelijk rijkelijk is dat, hè. Onze paprika, puntpaprika, die leg ik gewoon zo op de barbecue. Je weet, dat mag zo een beetje verbranden. We gaan die nadien pellen, dat die een heel lekkere smaak krijgt. Shallotje gaat er ook op. Zo, even pellen. En eigenlijk is de bedoeling dat we tijdens het maken van een aperitief die groentjes al zachtjes laten garen. Dat die mooi mals zijn. En dat we daar dan op het einde een soort ratatouille van maken. De tomaatjes... Die ga ik natuurlijk niet zomaar op een barbecue leggen, want die gaan beginnen plakken, dat gaat plat worden. Dus ik ga daar een klein papiertje van maken. Gewoon tomaten in stukken, het groen mag er eigenlijk af. Ook een tomaat dat zo een beetje opgewarmd heeft en een beetje op een barbecue gelegen heeft. Daar zit veel meer smaak in, hè. Dat wordt wat zoeter. Dat zuurige gaat uit de tomaat en dat is hetgeen wat ik wil bereiken. Als je tomaatjes gebruikt, zeker in mijn ratatouille, dan mag je daar wel een teentje look bij. Klein beetje zilverpapier. Tomaatjes leg ik in het midden. We gaan daar nog wat olijfolie op doen. Zo. Ga dat mooi inpakken. En dan creëer je eigenlijk een soort oventje. Hè. De tomaatjes gaan mooi garen en dat wordt eigenlijk de jus voor ons sausje. Je moet er wel even op. Hè. Hoe langer, hoe beter eigenlijk. Dus je mag dat er gerust, laat ons zeggen, 3 kwartier op laten liggen. Dat dat mooi begint te garen. Dat sappig wordt. Dus de groentjes die zijn nu gewoon aan het garen op ons grilletje. Die groentjes zijn bijna klaar. Ik ga die er stilletjes afhalen. Allee, zeker de aubergine. Je ziet, dat begint zo'n beetje te verbranden. Dat is niet erg, dat krap ik er wel af straks. Voilà. Onze shallotjes ga ik er ook al afhalen. De paprika, die draai ik nog eens om. Die mag echt verbrand zijn. Hè. En de tomaatjes, die zijn ook goed aan het gaan. Kijk, mijn paprika is hier mooi verbrand. Die ga ik er ook afhalen. Dat we dat velletje daar kunnen afhalen straks. Dus ik ga dat hier zetten. De tomaatjes laat ik nog wat koken. Ja, een hotdog, dat is meestal gelinkt aan zo'n beetje junkfood. Dan denk je aan pinten, dan denk je aan een voetbal, dan denk je aan wow, veel lawaai en zo. Dus dat soort hotdog ga ik niet maken, maar ik ga er wel iets frivool van maken. Iets zomers, iets stijlvol. Daarvoor heb ik die kreeftenstaartjes meegenomen. Het wordt een hotdog met een stukje kreeft in. En natuurlijk onze ratatouille of onze groenten, hè. Ik heb hier daarnet shallot eraf gehaald, paprika, aubergine. Dat is hier dat papiotje van tomaat. Dat ga ik er ook afhalen. En dat ga ik eigenlijk allemaal samen fijn hakken en mengen. We hebben natuurlijk ook niet te vergeten onze artichok. Dus wat een artichok bestaat uit die bloem, waar we de blaadjes van hebben, dat we nu gebruikt hebben om ons hapje mee te maken. Maar de hart, dat hebben we ook echt nodig. Want dat is eigenlijk het lekkerste van een artichok. Dus we snijden die blaadjes eraf. En dan met een lepel. Die haartjes, die moeten er echt uit. Dat is heel onaangenaam als je dat in je mond hebt. En dit gaat nog even op de barbecue. Zo. Ondertussen dat dat grilt, ga ik de rest van mijn groenten al doen. Ik zal hier beginnen met onze paprika. Dat velletje daaraf doen, hè, dat is helemaal verbrand. Dus dat is zeker niet meer eetbaar. Maar je weet ook, een paprika waar je het vel hebt afgedaan, dat verteert veel beter. Dat wordt een beetje zoeter. Zeker zo'n puntpaprika. Hup. De pitjes die gaan we er ook uithalen. Gewoon maar naar boven zo. Dan ga ik er in kleine blokjes snijden. En dat ga ik hier in die kom doen, zie. En ik doe net hetzelfde met onze aubergine en met onze ui. Zo. Dat is redelijk droog nu, die salsa, dus ik wil daar een beetje sap aan toevoegen. Ik ga die tomaatjes daarin doen. Het zijn de tomaatjes en de look, hè.
En dat ga ik gewoon door die zeef duwen. Zowel je look als je tomatenpulp eigenlijk. Dat wrijf je daar maar goed door. Je mocht daar goed stevig op drukken. En dat wordt echt super lekker. Dat geeft een hele lekkere smaak. Dat is voor mij de beste tomatensaus. Gewoon tomaten in de oven steken. Of op een barbecue leggen met zo'n beetje look bij. Een beetje olijfolie. En dan op het einde duw ik dat door die zeef. En eigenlijk heb je niet meer nodig. De artisjok die ik op een barbecue gelegd heb, gaat een klein beetje gebakken zijn, een klein beetje gegrild zijn. Zie je? Dat heeft maar een paar minuutjes nodig gehad eigenlijk. Helemaal op het einde. En dan gaan we die ook in brunoise snijden. En dat komt bij onze groentesalsa. Mag er ook bij. En dan zijn we eigenlijk klaar voor dat salsatje. Peper en zout nog een beetje dan. Geef toe, dat wordt toch een luxe nodig. Hè? In plaats van gewone ketchup vervangen we dat door een heerlijke gegrilde ratatouille. Die ziet er goed uit. Hè? Onze sterproduct, hè, kreeft. Ik heb gewone kreeftstaarten gekocht. Het zijn diepvrieskreeftenstaarten. Dat is perfect. Die zijn nog niet gekookt. Als je zeker voor zo'n bereiding alleen je staarten nodig hebt, is dat ideaal om te kopen. Het enige wat we gaan doen, natuurlijk dat panzer eraf halen. Daar moet je een keer stevig op duwen. En dan gaan we die kuisen. Hè. Kijk, we gaan dat kreeftenvlees daar voorzichtig uithalen. Van binnenin zit net hetzelfde als een scampi. Zit zo, ja, het darmkanaal, hè. Dat gaan we er ook uithalen, want dat is niet appetijtelijk. Dat is ook niet lekker. Dus zie je, mijn kreeft is dat zelf redelijk groot. Dat moet weg. Nu gaan we die goed kruiden met peper en zout. Klein beetje olijfolie erover. Zo. Als je een kreeft zo op de barbecue legt, dan gaat hij helemaal krullen. Dus ik ga er zo van die spiesjes in steken, zodat hij zo recht mogelijk blijft voor onze noddog. Kijk. Gewoon door het vruchtvlees. Hup. Ik ga er twee in steken, dat wat steviger is. En dan kunnen we die ook gemakkelijk omdraaien. Hè. Onze kreeftenstaarten zijn gespiesd, klaar om op een tafelgril te leggen. Het is fantastisch, hè? Zo'n klein grilletje. Kunnen veel mee doen. Voilà. En ondertussen, dat mijn kreeft zit te bakken. Die mag niet te droog gebakken worden, dus ik ga dat goed in toog houden. Ga ik nog een klein mayonaise maken. Een soort mayonaise, want het wordt eigenlijk een basilicum-mayonaise. Ik heb een hele eenvoudige tip als je mayonaise maakt. Dat bestaat natuurlijk uit eigeel, uit olie, een beetje mosterd. Maar die hoeveelheden, dat vinden, dat is altijd zo'n beetje een vraag. Hè? Hoeveel ga ik daarin doen? Kijk, per eigeel neem ik ongeveer 1 deciliter olie. Dus ik mocht daarmee eigenlijk al beginnen. Ik zal 2 deciliter maken. Net 2 deciliter. Perfect. Er komen 2 eigeeltjes bij. Het eiwit ga ik niet gebruiken. Voilà, eiken erin. Hup. Nog eentje. Geen mayonaise natuurlijk, zonder een lepeltje mosterd. Peper en zout. Voilà. En nu, ik ga daar direct basilicum bij doen. En dat mag redelijk veel zijn. Hè. Een heel bosje. Dat komt erin. En dat gaan we gewoon goed opmixen. En dan krijg je een soort basilicum, mayonaise, dressing. Op het einde ga ik dat nog een beetje bijkruiden, maar ik ga hiermee beginnen. Kijk, de kreeft dat gaat niet te lang moeten, hè. Het ligt er ongeveer 2 minuutjes op nu. Ik ga het dan een keer draaien. Het lekker is als die nog zo een klein beetje glazig is. Niet te veel, maar dat die toch niet te droog is. Ons broodje nu. Een broodje moet ook heel even op de grill. Dat is veel lekkerder. Dat geeft een beetje, zijn die wat krokanter. Je kunt je broodje nog wel zo doorsnijden. Gelijk een klassieke nodig. Maar je kunt ook zo'n beetje een lobster roll maken. En dan snijd je natuurlijk van boven open. Wij gaan dat doen, want dan kun je dat mooi dresseren en vullen. Hè. Kijk, ik krijg zo een stukje uit. Dat binnenste haal ik er een klein beetje uit, dat ik dat mooi kan vullen. Het binnenste is voor de vogeltjes. Hè. Hier zitten er veel, die gaan tevreden zijn. Klein beetje olijfolie.
Dan gaan we die even op het vuur leggen, hè. We zijn er, zie. Zie, mijn broodjes zijn mooi krokant. Ik ga dat hier al opdresseren. Wauw. Ik ben echt blij. Ik ben echt blij van het resultaat. Kijk, een klein beetje van die artisjokken gegrilde groentesalsa erin. Kreeftjes. Mooi. Voilà. Dus dan trek je die pinnetjes daaruit of die stokjes, als je nu thuis niet hebt. Gewone barbecue stokjes gaat ook natuurlijk. En je ziet dat die kreeft nog lekker sappig is. Zo moet dat echt. Hè. Ik ga dat afwerken met onze basilicum mayonaise. We gaan dat in de spuitzak doen. En je weet wel, je moet zo'n spuitzak plooien over je hand. En dan smeert je eigenlijk je mayonaise af tegen je duim. Dan hangt die spuitzak niet zo helemaal vol, hè, bovenaan. Dat zal genoeg zijn. En dan gaan we dat nog mooi afwerken. Hè. Voilà, zie. Een paar takjes basilicum. Ik ga van die kleine blaadjes nemen. Dat is altijd plezanter voor de afwerking. En zo krijg je echt een hele, hele lekkere, luxe hotdog met kreeft en een salsa met gegrilde groenten. Smakelijk.